Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Ik ben net terug van vakantie, 3 weken weg geweest. En ik heb echt een lijst met video's die ik moet maken. Dus ik dacht, ik heb een was erin zitten. Het is een beetje opgeruimd. De tassen zijn aardig uitgepakt. En deze staat sinds gisteravond. Nou ja, hij staat al lang op me te wachten. Maar sinds gisteravond dat ik thuis ben, op me te wachten om te worden unboxed. Dit is de Fairyloot box van juli. Ik heb ook de Owl Crate nog klaar liggen. Illumicrate box is kwijt. Dus ik hoop dat Illumicrate mij een code kan mailen met een soort tracking waar het pakket zich bevindt. Want ik kan hem nergens ontdekken. Maar in ieder geval, deze is veilig aangekomen tijdens mijn vakantie. Dankjewel lieve papa dat jij mijn pakketjes even hebt aangenomen. En bedankt lieve pakketpostbode die elk pakket wat tijdens mijn vakantie bezorgd werd, heel lief bij mijn vader heeft afgeleverd. Dus deze is binnen. En we gaan even kijken. Als je hem openmaakt, zie je een mooie kaart en wat van die frutseltjes. Op de kaart staan natuurlijk alle spoilers van wat erin zit. Dus dat ga ik even niet bekijken. Maar in ieder geval, het was Magic in the City. Dat was het thema, zeg maar. Ik wist al wel welk boek erin zat. Maar inmiddels, na 3 weken vakantie, ben ik het ook wel weer aardig kwijt. Dus ik ga gewoon kijken wat erin zit. Als eerste zie ik A Court of Candles Princess of DC. Een Fairyloot Candle Cinnamon Vanille en cotton. Maar ik denk dat die voor mij een beetje gesmolten is. Want hij ruikt zalig. Maar waar het lontje is gebleven, geen idee. Het is ook helemaal, waarschijnlijk heeft het zo tijdens die hitte hier in Nederland gelegen, het pakket. Dus ik moet hem denk ik even opnieuw smelten om hem weer een beetje gangbaar te maken. Maar als ik ook geen lontje heb, kan ik hem niet gebruiken. Maar het is wel een schattig kaarsje. Dat dan weer wel. Dan zit er een groot doosje in. The Institute Ceramic Mug. Dus een mok. Dat wist ik wel, dat er een mok in zou zitten. Ik heb natuurlijk online wel een beetje tijdens mijn vakantie op Facebook gezeten en op Instagram. En ja, je ontkomt er niet aan. Daar kwamen toch wel wat spoilers voorbij. Want ik heb mijn box natuurlijk pas later open kunnen maken. Nu dus eigenlijk. Nou, hij is goed verpakt. De mok. En dit is hem. Het is echt heel gaaf. Met allemaal afbeeldingen erop. Ik zie volgens mij de Big Ben erop staan. Dus het zal denk ik Fairy Wheel. Dit zal Londen zijn. Maar binnenkant is ook mooi gekleurd. Blauw. Wie erop staan? Ik heb nog geen idee. Dat zal ik wel ergens lezen waarschijnlijk. Dan zit er een roze paarsachtig verpakketje in. Discover Your Destiny. En dit is, ik denk iets om te eten. Een snoepje of zo. Nou ja, we gaan het zo lezen in het bijgevoegde boekje, denk ik. Dit is leuk. Een kleine pouch. Een soort klein portemonneetje. When in doubt, bravado, always bravado. Melissa Gray, The Girl at Midnight. Dat is een quote uit dat boek. Nou, met een ritsje. Leuk voor klein geld. Dit vind ik wel een heel schattig portemonneetje. Dan zit er nog een coaster, denk ik. Dat is een onderzetter. Met deze afbeelding. Dat is helemaal geborduurd. Met een soort anti-slip ribbeltjes. Dus ook leuk. Eens even zien. Leuk zo'n wasmachine dan op de achtergrond. Dit is een vaandel of een vlaggetje. Die zal waarschijnlijk hier aan vast moeten zo. Zijn mensen die dit bijvoorbeeld in een boekenkast gaan hangen als een soort van decoratie? Ik doe hier niet zoveel mee. Maar ja, het is wel leuk dat het erin zit. Ik weet niet precies wat ik ermee zou moeten doen eigenlijk. Behalve dan dat je het ophangt. Er zitten weer 2 kaarten bij. The Sun en The Moon met Luna Lovegood. En dit moet denk ik Ron Weasley voorstellen. Gok ik zo. Hij is wel erg slank voor Ron in zijn gezicht. Maar ja, wie weet. Ik ga dat ook even op zoek. Maar van die kaarten, er zijn mensen die helemaal verzamelen. Ik doe dat verder niet. Maar het is wel leuk om erbij te hebben. Dit vind ik gaaf. Een kettingje van de Diagon Alley. Met de Weasley Shop. Kan je het zien? Hier de Weasley Shop die erop staat. Super gaaf. Fairyloot Exclusive Designed by Bookmarked Tattoos. Een ketting met Diagon Alley. Dat vind ik gaaf. Want ik ben Harry Potter fan. Dus dan is dat altijd goed. En dan het laatste, denk ik. Het boek. Uiteraard weer in een handige dust.
Nee, sleeve heet dit voor mijn boeksleeve. En dan zit daarin een kaart van Kath Cho, de schrijfster of de auteur van het boek. Met een hele lap tekst die ik nu niet ga voorlezen. Het boekje, die ga ik zo bekijken. En dit is het boek. Wicked Fox van Kath Cho. Prachtige uitvoering met mooie pink sprayed edges. Ik hou van dit soort uitvoeringen. En ik wist dus al dat dit boek erin zou zitten. En ik had al een beetje op internet gekeken hoeveel sterren het had gekregen. En het werd al erg goed aangeschreven. Dus hier ben ik echt heel blij mee. En ik vind het ook erg leuk dat er dan zo'n kaartbrief van de author in zit. Die gaan we erin doen. En hij is ook signed by the author. Dus deze doe ik er alvast in. Dat ga ik, als ik het boek zelf ga lezen, even die kaart erbij pakken. Zo, die doe ik daarin. Dan zit er natuurlijk altijd een boekje bij met wat het allemaal is. Zeg maar. Mijn interview met de author. Even kijken hoor. Het volgende maand team. Die box heb ik ook al besteld. Things are not what they seem. Dit is dan voor volgende maand augustus. En dan pak ik even de kaart erbij. Even kijken. Een fortune cookie is dit. Aha. Dat is natuurlijk ook wel grappig. Maar ik weet niet of ik dat ga eten. Maar dat geef ik dan wel aan Fenna of aan Thomas. En de ceramic mug. Of de ceramic mug. Is van de Shadowhunters. Nou, die serie moet ik nog steeds lezen. Ik heb in de planning om volgend jaar, in 2020, de hele Shadowhunters serie te lezen. En dan zal ik waarschijnlijk ook wel alle personages herkennen die hierop staan. Maar het is een vrij stevig mok. Ik vind hem wel heel erg mooi. Die gaat niet in gebruik. Die zet ik gewoon ergens neer. Mijn vader gaat nog komende weken een mooie boekenkast maken. En daar gaat hij mooi als decoratie in staan. Ja, de candle is jammer dat die van mij helemaal gesmolten is. Maar die zet ik dan ook wel gewoon in de boekenkast als een soort van decoratie. En wat wilde ik checken? De kaarten. Ja, er staat alleen maar bij two characters inspired by the Harry Potter series. Nou ja. Ja, ik denk dat dit Ron moet zijn, maar ik weet het ook weer niet zeker. Wat vind ik het leukst? Nou ja, uiteraard het boek. Ik ben heel erg blij met het boek. Die vind ik echt ontzettend mooi en ik ben heel erg benieuwd. En ik ben ook steeds meer Engels aan het lezen, want ook omdat er dus bijvoorbeeld de Spelslinger serie van Castel. Er zijn 3 delen in het Nederlands vertaald en ik las dus van de week online dat ze niet verder gaan met vertalen. Terwijl dat deel of die serie 7 delen heeft. Dus die wil ik ook in het Engels gaan lezen. Dus ik probeer echt steeds meer Engels te lezen, want daar heb je gewoon veel meer keuze ook. De mok vind ik super gaaf. Ja, en ik ben toch ook wel heel erg blij met die ketting. Ik weet niet of ik dit heel snel zal dragen, maar ik vind het echt een heel gaaf item. En het portemonneetje vind ik ook leuk, want die ga ik meenemen naar Engeland in november. En daar doe ik dan leuk al mijn ponden in. Dit, ja, ga ik dat gebruiken. Ik heb de coasters van vorige maand in Lummercrate box, was dat volgens mij, of Owlcrate. Die gebruik ik, maar daar ga ik niet deze bij leggen, want dat matcht niet. Dus, nou ja, deze kan ik leuk onder de mok zetten in de kast, als mijn boekenkast klaar is. Dit was de Verloot unboxing. Iets later, dus waarschijnlijk wist je al wat erin zat, als je al meerdere video's ervan hebt gezien. Maar ja, dat krijg je met vakantieperiodes. Dan is er wel eens iemand op vakantie. Ik ga gauw mijn spullen opbergen en wellicht nog een andere video opnemen. Maar ik moet even kijken of dat uitkomt met de was en alle andere klussen die nog gedaan moeten worden. Heel erg bedankt voor het kijken en tot een volgende video. Doeg!